Regelmatig vertel ik op dit kanaal dat stijgende rentes ervoor zorgen dat aandelenkoersen vaak uh, flink dalen. En zeker bij tech-aandelen is dit het geval. Die gaan vaak het hardst onderuit. En zeker nu de Federal Reserve in Amerika heeft aangekondigd dat ze het opkoopprogramma van aandelen en obligaties juist gaan afbouwen dat er de mogelijkheid is dat er volgend jaar misschien wel drie renteverhogingen zitten aan te komen. Is het denk ik een, goed, een ja, goed moment om eigenlijk te gaan kijken waarom dit soort dingen, waarom deze stijgende rente ervoor zorgt dat aandelenkoersen juist dalen. Want wat is de logica hierachter? Welke vier invloeden kunnen we onderscheiden? En hoe ziet dat eruit met rekenvoorbeelden? Laten we dat gaan bekijken in deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En in de video van vorige week zagen we al dat heel veel indexen, heel veel beurzen dit jaar erg goed presteren. Maar dat dit vaak komt door een heel klein gedeelte van de aandelen die op zo'n beurs genoteerd is... Deze week zien we dan nog een nieuwsbericht dat 1% van de aandelen zorgt voor 35% van de winst op de SP500. Tech die juist erg winstgevend zijn. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om dit even te onthouden op dit moment. En zoals ik tijdens de intro ook al vertelde, we hadden ook nog nieuws over de Federal Reserve. Ten eerste dat ze het opkropprogramma gaan afbouwen. Nu kopen ze elke maand heel veel geld, besteden ze aan om obligaties vooral op te kopen, om de economie of de beurs op gang te helpen, of in ieder geval aan de gang te houden. En dat wordt dus eigenlijk per direct al wordt dat gehalveerd. Dus dat is denk ik wel heel belangrijk, omdat dan uh, vooral aan de vraagkant neemt het, ja, de vraag neemt af en minder vraag. Dat betekent vaak ook lagere koers, alleen, alleen dat principe eigenlijk al. En zoals gezegd, de rentes, uh, daar zit ook wel aan te komen dat die waarschijnlijk volgend jaar verhoogd gaan worden. En dit zou mogelijk zelfs drie keer kunnen gebeuren. Het is vaak zo dat een centrale bank of de Federal Reserve, als ze de rentes verhogen, dit dan doen in stapjes van 0,25%. Wat zou betekenen als ze drie keer verhogen dat in totaal de rente van 0,25 naar 1% gaat in Amerika dus. Maar waarom heeft het dan zoveel impact? Want beurzen reageren hier namelijk best wel sterk op rondom dit nieuws van de Federal Reserve. We zien bijvoorbeeld flinke schommelingen in zowel de SP 500, maar we zien dat ook gebeuren op de NASDAQ. Maar niet alleen daar op de totale beurzen, ook bij losse aandelen zien we flinke schommelingen. Kijk bijvoorbeeld naar Apple, plus 6,6% de laatste maand. Terwijl juist heel veel andere tech-aandelen hard onderuit gaan de laatste maand. Kijk bijvoorbeeld naar Microsoft, min 5,6%. Amazon min 7,5%, Palantir min 11% en Tesla zelfs min 18%. En dat komt dan vooral door wat ze noemen de verdiscontering, oftewel de netto contante waarde. Dat geeft het eigenlijk aan wat geld op dit moment waard is, tenminste geld in de toekomst, wat dat op dit moment waard is. Want je snapt wel, geld op dit moment, wat je nu wel hebt, is meer waard dan geld in de toekomst. Omdat je geld wat je nu hebt, dat kun je beleggen, dat kun je investeren, waardoor het ook meer waard gaat worden waarschijnlijk in de toekomst. En dit kunnen we misschien het beste onderbouwen met een rekenvoorbeeldje. Stel je hebt een rendement van 10% per jaar op een investering. Dan is als je nu 100 euro hebt, is dat nu 100 euro waard. Maar stel je zou over 1 jaar 100 euro hebben. Nou dan reken je dat terug naar dat rendement wat je zou kunnen maken ondertussen 10%. Dan kom je uit op een bedrag van 90 euro en 90 cent. Want 90 euro en 90 cent keer 1,1 oftewel 10% rendement. Gedurende 1 jaar. Dus zorgt ervoor dat je volgend jaar over één jaar. die 100 euro hebt waar we het over hadden. En dit effect zie je nog duidelijker. wanneer we gaan kijken naar 5 jaar. Want 100 euro over 5 jaar. is op dit moment. met 10% rendement. 62,10 euro waard. 62,10 keer 1,1 tot de macht 5. Oftewel 10% gedurende 5 jaar. komen we dan over 5 jaar. op 100 euro uit. En zo zie je dus dat geld. dat in de toekomst ligt. dat in de toekomst een waarde heeft. op dit moment minder waard is. en. Hoeveel dat waard is op dit moment is dus vooral afhankelijk van hoeveel rendement je ondertussen denkt te kunnen maken. En dan nog heel even over de giveaway. Want vorige week heb ik in samenwerking met Quote Motivational Artwork geïntroduceerd. We hebben samen drie ontwerpen gemaakt en die gaan dan over de onderwerpen die ik ook op dit kanaal bespreek. Die waarschijnlijk ook interessant zijn voor jou. En de komende weken geven we er drie weg. Het enige wat je moet doen is reageren onder een video of onder een Instagram-post. De leukste of beste reactie, die maakt kans om te winnen. Dus laat zeker je feedback en je... Mening achter bijvoorbeeld onder deze video. Maar laten we dan even gaan kijken naar de vier invloeden van die rente. Als de rente stijgt, is dat vaak slecht voor uh, aandelen. Nou, dat zijn eigenlijk, zoals gezegd, kun je er makkelijk uh, vier onderscheid, vier dingen kun je maken. De eerste daarvan is dat het dan eigenlijk al aangeeft dat het wat slechter gaat met de economie. Als het vaak goed gaat met de economie, dan is er genoeg geld aanwezig, kunnen bedrijven makkelijk geld vinden. Um, ja, dan is het vaak zo dat de rentes laag worden ge gehouden omdat het geld al in de markt is. Je wilt ook voor zorgen dat banken of bedrijven het dan juist niet gaan stallen bij bijvoorbeeld de centrale bank. Maar als dan juist de inflatie stijgt, en dat zien we op dit moment gebeuren, dan wil je wel ervoor zorgen dat de burgers eigenlijk niet te veel waarde verliezen van het geld dat ze hebben. Dus ga je de rentes verhogen. Dus eigenlijk geeft dat wel iets positiefs aan voor spaarders. Maar tegelijkertijd geeft het iets negatiefs aan over de economie. Want eigenlijk zeg je van we moeten op deze manier er wel voor zorgen. We moeten de economie gaan helpen. En als het dus eigenlijk slecht gaat met de economie of. De slecht te gaan omdat de inflatie heel erg hoog is, dan geef je dus eigenlijk al direct aan dat het niet zo goed gaat. En natuurlijk hebben bedrijven daar last van, want een slechte economie zorgt vaak voor minder omzet of minder winst en dat is dus ten eerste al slecht voor aandelen in het algemeen. Een tweede punt is dat wanneer de rente wordt verhoogd, Obligaties juist interessanter worden. Want obligaties zijn leningen van bedrijven, of van overheden. En dat is vaak gebaseerd op een standaardrente plus een eventuele opslag. Dus als die standaardrente eigenlijk al omhoog gaat vanwege de Federal Reserves. Laten we zeggen met 0,25%, of misschien zelfs wel met 0,75% het komende jaar. Dan is het dus eigenlijk zo dat het standaardrendement op een obligatie is dan al hoger is. En obligaties zijn vaak. Een stuk minder risicovol, dat eigenlijk van tevoren vast is gesteld van dit is de rente, dit is het rendement dat je kunt maken gedurende deze looptijd. En op dat moment is dus een obligatie nog interessanter, want je hebt al minder risico, maar ook alweer een stukje meer rendement kun je maken als de rente stijgt. En dat geeft eigenlijk al direct aan, je kunt je geld maar aan één ding uitgeven. Je kunt het bijvoorbeeld uitgeven aan obligaties of aan aandelen. Dus op het moment dat een obligatie interessanter wordt, gaat dat automatisch alweer een stukje van de vraag weg. Bij aandelen gaan we dan naar het derde punt, en dan komen we vaak alweer wat bij specifiekere bedrijven aan. En dat is dat gewoon schulden op dat moment duurder worden als de rente stijgt. Wordt een schuld, wordt een rentebetaling, wordt dus ook meer, wordt dus duurder. Dan is het zo dat vaak wel uh, ja, heel veel bedrijven hebben schulden. Laten we daarmee beginnen. Zelfs grote bedrijven zoals Apple hebben vaak voor tientallen miljarden aan schuld. Soms is dat heel bewust omdat het rentepercentage relatief laag is. Stel, ze zouden 2% betalen, maar ze kunnen met het geleende geld 10% rendement maken. Dan heeft een bedrijf toch 8% gewonnen. Dus het kan wel heel interessant zijn. Maar het is wel zo dat. Uh, ja, rentes worden, of tenminste leningen worden vaak voor de lange termijn aangegaan, maar ook regelmatig tussendoor heb je misschien of een flexibel uh, rentetarief of je moet iets opnieuw financieren. Dat zie je bijvoorbeeld vaak gebeuren hier in Nederland met FastNet. Op dat moment wanneer je opnieuw gaat financieren heb je dus wel te maken met een nieuwe rente. En die nieuwe rente is net zoals bij obligaties een standaard rente vanuit de Federal Reserve, vanuit de Centrale Bank, plus een opslag. Dus als dat omhoog gaat, gaat ook je rentebetaling in principe omhoog. Meer rentebetalingen betekent ook gewoon minder winst. Minder winst is dus ook dat de waardering van een aandeel alleen om die reden zal dus weer omlaag gaat. En daar heb ik ook even een voorbeeld voor gemaakt. Ik, uh, het is puur een voorbeeld om aan te geven wat een kleine verandering van 0,25% bijvoorbeeld al impact kan hebben op een netto kantante waarde. Oftewel ja, eigenlijk iets op dit moment. Kijk even naar een bedrijf dat in alle gevallen alle komende zeven jaar duizend uh, euro EBITA heeft, of EBIT. Heeft, dus earnings before interest and tax, winst voor. Uh, rentebetalingen en belasting. Laten we dan zeggen dat in alle gevallen in de eerste situatie uh, 1000 euro en daaruit betalen ze nog 50 euro aan rentebetalingen, blijft er 950 euro cashflow over. Nou, als we dat dan terugrekenen, zoals we straks ook deden met die netto kantante waarde. met een. Ja, eigenlijk een, een, een rendement van 10% per jaar... dan is de cashflow van deze, al deze jaren samen... is dan uh, op dit moment 4625 euro waard. En dat is dan bij een rente van 1%. Of van 1%. Stel de rente zou naar 1,25% gaan... dan hetgene wat verandert is dat ze 25% meer rente betalen... Dus die 50 die verandert naar 62,50. Daardoor verandert de cashflow. En die verandert dan ook voor alle jaren. Want in alle gevallen is de rente dus anders. Dan is het eigenlijk bij dezelfde berekening, waar alleen iets meer rente betaald wordt, zien we een kleine afname naar. 4564 euro, oftewel 1,3% minder dan in die eerste situatie. Dat is dus bij één renteverhoging, stel nou er komen drie renteverhogingen aan volgend jaar, dan gaat de rente dus naar 1,75%, in zo'n situatie zou een bedrijf niet langer 50 maar 87,50 per jaar betalen aan rente, blijft er 912,50 euro over aan cashflow, al die cashflows naar dit moment teruggerekend is 4442 euro, oftewel bijna 4% minder dan in de eerste situatie bij 1% rente. En dit is puur even een rekenvoorbeeld. Uh, het zal er heus wel anders uitzien in normaal, maar um, ja, dit is puur even om aan te geven wat een kleine verandering voor impact kan hebben, wat 0,75% renteverschil juist door die verdiscontering juist bijna voor 4% minder waarde zorgt. En dan het vierde punt waarom juist vaak tech-aandelen of startups het hardste getroffen worden. We zagen dus zojuist al wel dat uh, rentebetalingen, dat dat ervoor zorgt, als de rente stijgt, dat er meer betaald wordt, dat er uh, minder winst gemaakt wordt, dus hogere schulden. Um, ja, dat is gewoon duurder. En tegelijkertijd zijn het vaak deze techbedrijven of start-ups... waar eigenlijk de winst vooral in de toekomst ligt. En als je dat gaat verdisconteren naar nu... zijn dat juist de bedrijven die ook het hardst getroffen worden... omdat ja, de meeste winst in de toekomst naar nu... hoe verder het in de toekomst ligt zeg maar naar nu... hoe minder het op dit moment waard is. Dus daarom zijn het vooral techbedrijven die hard getroffen worden... omdat ze eigenlijk op beide punten uh, worden ze hard getroffen. Ten eerste zijn het vaak de bedrijven die nu nog weinig winst maken. En als ze al winst maken, is dat niet heel veel. Maar het zit er eigenlijk vooral in de komende jaren aan te komen. Ver in de toekomst ligt de winst, dus dat is op dit moment minder waard. En juist om toch het bedrijf draaiend te houden, om het bedrijf te laten groeien, zijn ze vaak veel schuld aangegaan. Dus die schuld, die wordt in principe vaak ook nog duurder voor hun op dit moment. Dus dat zijn de twee punten waar ze eigenlijk sterk op getroffen worden. En dat het juist daarom deze bedrijven ook zijn die dan het hardste onderuit gaan. En dat wil ik dan weer laten zien in dit rekenvoorbeeld. Het eigenlijk een beetje hetzelfde idee als net. Alleen nu zijn, waar we straks overal duizend zagen, zie je nu dat het 10, 20, 40, 80. Eigenlijk verdubbelt het ieder jaar. Dus vooral de meeste winst of de meeste omzet. En daardoor ook winst wel. Het ligt in de toekomst. Rentebetalingen zijn nog even hetzelfde gebleven als in het vorige voorbeeld. Dus eigenlijk wat je vooral ziet. Um, is het effect van hoe verder winst in de toekomst ligt? En daarnaast heb ik trouwens niet langer overal 10% gebruikt, maar 10,25%. Dus niet alleen de rente stijgt, maar we willen ook iets meer rendement maken. En dat geeft eigenlijk aan, omdat een obligatie interessanter is geworden, we willen eigenlijk hetzelfde ook bij aandelen. Dus we willen iets meer rendement maken, omdat ja, we, we, we lopen iets meer risico. Dus dat compenseert het dus in dat geval. Zien we dat waar we straks 1,3% zagen, dat dat nu al meteen zorgt voor een daling van 14,3%. En in het onderste geval, waar dus de rente is gestegen, maar we ook iets meer rendement willen, en waar dus vooral de winst in de toekomst ligt, dat het dan zelfs voor 42% daling zorgt. Dus zo zie je wel dat kleine effecten, zeker op techbedrijven, een nog groter effect hebben. En als er dan dit soort dingen gebeuren op de markt, krijg ik natuurlijk heel vaak de vraag van, is het nu een slim moment om te beginnen of moet ik blijven beleggen? Nou, als je nog niet begonnen bent met beleggen, is dit gewoon net zoals altijd eigenlijk een interessant moment om te beginnen. Zeker als je gaat beleggen voor de lange termijn, dan bedoel ik 10, 20, 30 jaar of langer zelfs. Dan maakt het niet uit wat er op dit moment op de markt gebeurt, mochten zelfs de koersen nog verder gaan dalen. Kun je met je inleg die je elke maand doet, uiteindelijk komende tijd meer kopen van hetzelfde geld. Dus is het eigenlijk alleen maar positief. En de markt timer lukt je toch niet. Dat lukt mij niet. Dus dat lukt de meeste mensen niet, dus wacht daar ook vooral niet op. Ga vooral kijken wat je wilt bereiken op de lange termijn en pas dan dollar cost averaging toe en probeer überhaupt dan niet te beginnen met losse aandelen van losse bedrijven, maar kijk dan, tenminste dat zou ik doen, naar een ETF die de hele markt volgt, die de hele index volgt. Dat is denk ik ook het makkelijkste en uiteindelijk op de lange termijn heeft dat ook gewoon een heel erg mooi rendement. En wil je beginnen met beleggen, maak dan gratis een account aan bij bijvoorbeeld de Giro. Dat is de broker die ik gebruik voor al mijn beleggingen, voor zowel aandelen als ETF's. Een link om een gratis een account te openen vind je onder deze video. En dan kun je ook direct profiteren van de actie die ze op dit moment nog hebben. En als je al begonnen bent met beleggen, uh, je bent al bezig met beleggen, dan is dit niet het moment om het misschien af te bouwen of te stoppen met beleggen. Uh, maar ik denk dat het wel een moment is om even weer goed te kijken naar... Uh, hoe ziet jouw portfolio eruit? Wat wil je bereiken in de toekomst? En zeker als je je nu zorgen maakt, ten eerste zijn dat emoties, die moet je proberen uit te schakelen. Maar als je daar ja, last van hebt, als je dat merkt dat je veel emotie hebt, geeft het denk ik ook wel iets onbewust aan dat je misschien niet het juiste portfolio had, dat je niet goed hebt nagedacht over wat er kan gebeuren. Um, en is dit denk ik wel een moment om er even goed naar te kijken, ook eventueel weer, ja, om het je verhaal voor te bereiden, uh, voor de toekomst, want dit soort dingen gaan vaker voorkomen. Maar laat ook weten wat jij denkt van deze rentestijgingen en wat de effecten zijn op jouw portfolio. Of wat je, ja, hoe je daar misschien wel op voor bent bereid. En doe dat via de reacties onder deze video. En iedere reactie onder deze video maakt natuurlijk ook kans op een van die drie ontwerpen van die schilderijen of canvasdoeken. Dus zeker een ja, extra motivatie om een reactie achter te laten. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.